Yes, under the police. Oké, Nathalie. Kunnen we anders, gezien het feit dat we allemaal gesprekken gaan voeren op basis van onze visiedocument, kunnen we met jou ook, want jij bent hoofd van het FIC, Veiligheid, Integriteit en Klachten, kunnen we met jou afspraken maken dat we gewoon echt serieus gaan kijken om dit toch onafhankelijk te maken? Maar alleen als je ook echt serieus naar wil kijken, want anders ga ik mijn tijd voor doen. Ik wil er serieus naar kijken. Ja. Maar nogmaals, het is iets wat in wet en regelgeving is verankerd. Ja, maar dat kunnen we oplossen. Want we zitten, de directeur-generaal zit hier zo van Veiligheid en Justitie. Die schuift aan bij het gesprek. Nee, dat hoor ik, hè. Kijk, ik ben misschien ook wel van de school van wat doe je met wat je hier terugkrijgt. De feedback, hoe kun je het anders. Maar het voelt voor mij iedere keer als een ja, nee en een zwart-wit discussie. Dus als ik hem zo krijg, hè, van ik wil geen valse verwachtingen. Ik wil ook niet toezeggingen doen die ik niet na kan komen. Dus ja, ik vind echt, hè, ik heb in die zin veel gehoord, veel geleerd ook vanavond. En ik vind dus ook eigenlijk dat ik even op dit moment dan maar vrijmoedig moet spreken. Dat het voor mij gewoon een hele lastige is, omdat ik echt geloof in van jongens, laten we het beter maken en ga niet in structuur of dat soort dingen gelijk oplossingen zoeken, maar durf aan te spreken, durf die mensen. Oké, ik kom daar op terug van wat mijn collega's. Wie wil reageren? Als het mag nog even, ja. Ik kom uit Midden-Nederland bij de politie en wij maken elk jaar een jaarverslag van alle klachten die bij de politie gekomen zijn. En 94% van alle klachten die bij de politie komen, die hebben tot een tevreden afhandeling geleid. En maar een heel klein percentage komt bij de klachtencommissie. Wat een klachtbemiddelaar doet, is die is op zoek naar waarom een klager bij de politie komt en probeert dat gesprek op gang te brengen. En dat gaat dus blijkbaar in 94% van de gevallen goed. En dat doe ik niks af aan de voorbeelden die genoemd zijn. Maar ik ben het wel met Nathalie eens dat je moet uitkijken dat je dus niet een systeem wat op zichzelf wel goed werkt, om dat helemaal om te gooien. Gerbrig, ik heb van jou een reactie nodig. Nou, ik zat net hard op te denken, ik ben ook niet zo van de structuurverandering, omdat dat ontzettend veel tijd kost. Maar je zou wel bijvoorbeeld kunnen denken dat 1 op de 3 klachten van etnisch profileren, dat die gewoon uit de stapel wordt getrokken. En dat daar bijvoorbeeld voor een jaar lang, als pilot, of een half jaar lang, bedoel, dan kun je kijken hoe het gaat. Want ik denk inderdaad dat er zijn heel veel klachten die kennelijk wel goed gaan. Ik ken die statistiek ook. Ik zie tegelijkertijd zelf allemaal casuïstiek. En dat is het te veel om te zeggen dat het een incident is. Waar het ontzettend moeizaam verloopt. Zelfs als de politie weet dat Amnesty meekijkt met zo'n klacht. Oké, we gaan hem dus. Dan duurt zoiets 1,5 jaar. Dus dat kan beter. Dus misschien kunnen we dat proberen met 1 op de 3 klachten. Kunnen we anders de klachten die gaan over etnisch profileren door onafhankelijke conflictbemiddelaars laten oplossen? Als proef. Ik voel wel voor een pilot op etnisch profileren. Hey! Dank u wel. Oké. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.